Bij een nieuwe video. Vandaag ga ik wederom een shoplog doen. Waarom? Nou, ik ben gewoon weer losgegaan. Genoeg weer om een shoplog voor mee te filmen. Dus vandaag ga ik met jullie delen welke dingen ik allemaal heb gekocht. En ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laten we snel beginnen. Als eerste laten we beginnen bij de Stradivarius heb gekocht. Ik heb maar één item gekocht, maar ik zag hem in de winkel en ik vond hem zo prachtig. En dat is een piek. Hoe ik het ga laten zien weet ik niet. Dit is hem. Het heeft hier van die details. Het heeft franjes aan het einde. Als ik het kan laten zien. Like that. En ik had vorige keer had ik ook een sjaal gekocht van H&M. En dat vond ik leuk om over mijn leren jas aan te doen voor als het koud is. Nou, deze is helemaal heerlijk. Dit is echt een deken. Praktisch. En dit warmt echt heel mooi je outfit op. Ik vind hem heel erg mooi en hij was betaalbaar. Ik bedoel, Stradivarius is niet heel erg duur of zo. Stradivarius is eigenlijk best wel vergelijkbaar met Bershka en Zara. Het is een beetje Bershka en Zara door elkaar. Ik vind het een hele mooie winkel. Ik wilde echt alles kopen toen ik daar binnenkwam. Maar dit was toch de item die me meest aansprak. Ik vond hem zo mooi. Dus deze van de Stradivarius. Hij had heel erg op bij Cotton. Cotton die had heel erg veel sale. Dus ik ben echt een sale freak. Ik koop dingen die ik niet nodig heb wanneer ze heel erg goedkoop zijn. Zeg maar. Dan zie ik iets in de sale. En dan voor de originele prijs zou ik het product helemaal niet kopen. Maar wanneer ik hem voor een salesprijs zie, dan wil ik hem gelijk halen. En dat, ja, zo'n drang kreeg ik, zeg maar. Maar ik heb wel echt hele leuke dingen gescoord. En ik vind het echt super leuk. Mijn kledingkast trouwens niet echt heel veel kleur. Ik hou van grijs. Dat is echt mijn lievelings. Dus ik heb een grijze kooltrui gehaald. Zoals je kan zien is het kool. En het heeft van die vlindermouwachtig design. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. En hij is redelijk lang. Hij valt een beetje als een jurk. Ik vond deze zo mooi omdat het heel erg stretchy is. Het is echt super comfortabel. Het is heel erg dik. En bij mij op het werk kan het heel erg koud zijn. Vind ik het lekker om zo'n kooltrui aan te hebben. En helemaal lekker warm gekleed te zijn. Ik vind het zo lekker. Ik had deze gisteren aan. En ik had hem gecombineerd met een leren jas. En een doorzichtig zwarte panty en enkelboots. En dan had ik een gelayerde ketting aan. En het zag er super leuk uit. Ik vond het echt een hele leuke outfit. Dus deze van Tom. Dan heb ik ook bij de Cotton gehaald nog een kooltrui. Deze is gewoon wit en het is een crop top trui-achtig iets. Dus het heeft gewoon een kool. Het is semi-wit. Ik denk meer gebroken wit. En het heeft gewoon lange mouwtjes. En ik dacht, deze staat gewoon super leuk wanneer je een high-waisted broek aan hebt. En dan doe je gewoon een riem eronder, weet je wel. Dan zie je een beetje je riem eruit steken. En dan witte all-stars. En dan is het gewoon echt de schattigste outfit ever. En die staat ook heel erg mooi met een leren jas. Again, alles ook mooi met een leren jas. Dus deze kwam ook van Cotton. En dan de laatste wat ik Cotton heb gehaald. Er was een tijd zo'n trend van die verticale gestreepte truien. Meerdere merken hadden er één en ik vond ze allemaal super leuk. Primark had het zelfs even een tijdje. Maar ze waren nooit in mijn maat. En heb ik deze gevonden bij Cotton in de sale. En het is dus gewoon een donkergrijze, surprise, trui met verticale strepen. En ik vond deze echt super schattig. Wit en dan met een witte broek en witte all-stars, super mooi. Of gewoon met een zwarte broek is het leuk. Met een leren jas eroverheen. Cut-out boots. Cut-out boots zijn echt mijn lievelingsschoenen ever. Zou dit gewoon super leuk mee staan. Dus deze van Cotton. Dan heb ik Cotton gehad. Ook naar Pombeer geweest. En daar heb ik twee broeken gehaald en een shirt. Bij Pombeer was er gewoon sale. Dat had ik twee mooie broeken gevonden. Toen heb ik deze van mij gevonden. Deze broek, hij is een soort van heel licht beige. Hij is high-waisted. En hij heeft, bij de knieën heeft hij gaten. Echt super schattig. Ik dacht, deze is gewoon, ja, deze moet je gewoon hebben. Het is een hele simpele broek, maar ik vind het gewoon leuk dat je stiekem toch bij de knieën gaten hebt. Het was echt precies ook bij mijn knieën gewoon. Daar heb ik echt geluk mee gehad. En hij was high-waisted. Ik draag alleen maar high-waisted broeken. Dus deze broek van de Pull&Bear. Ik heb een broek gehaald bij de Pull&Bear. En dat is een light denim jeans. Het is skinny fit. En het is ook nog eens high-waisted. Maar ik vond hem best wel leuk. Ik dacht, ja, het is gewoon makkelijk. Het is gewoon een makkelijke broek. Past overal bij. Ik heb deze broek dus gehaald. En deze is ook van de Pull&Bear. Natuurlijk moest ik wel een type shirt ophalen. Deze is ook van de Silk. En dat is een gestreept t-shirt. Gewoon simpel gestreept. De mouwtjes hebben een soort van, ja, een type kant of zo. Heel schattig. En de achterkant, dat is zo leuk. Je hebt hier aan de achterkant heb je ook kant. Maar er zit een split. En dit staat zo schattig. Oké, luister. Dit staat zo schattig wanneer je een zwart high-waisted broek aan hebt. En een leren jas.
en cut-out boots, dan ben je gewoon super schattig. Het is zeg maar op zo'n manier gesneden met een broek dat je zeg maar een klein beetje huid ziet. Maar dat was het. Er is ook een witte versie van, maar ik vond het wel echt mooi. Want het is dezelfde kleur als mijn hart. Deze shirt van de Pull&Bear naar de H&M geweest. Zoals je kan zien, kleine aankoopjes, want ik heb sieraden gekocht. Als je mijn H&M wishlist hebt gelezen, zo niet, dan zal ik de linkje ontplaatsen. Alle nieuwe artikelen van de H&M had ik gefilterd. Welke dingen ik echt heel erg leuk vond, hoe ik het zou combineren. Prijzen heb ik allemaal op mijn site gezet. Maar er was dus zeg maar nieuwe sieraden van H&M, waar ik zo erg verliefd op was. Ik hou heel erg van natuursteentjes. Ik vind ze heel erg mooi. En ik vind rosé goud heel erg mooi. Ik kom H&M dus met een nieuwe collectie uit, een nieuwe sieradencollectie. En dus alles wat ik mooi vond, wat ik net heb opgenoemd, kwam gewoon in één keer poef uit. En ik heb dus op mijn site ook heel veel sieraden zeg maar in mijn wishlist gezet. Maar deze drie was ik het meest verliefd op. En ze zijn zo mooi dat we echt even moeten huilen om ze allemaal klein beginnen. En dat zijn deze oorbelletjes. Ze zijn rosé goud en hebben een soort van een marmeren print. Op de site zagen ze er veel groter uit, maar ik vind het eigenlijk veel mooier. Dit lijkt me gewoon zo schattig. Ik vind rosé goud heel erg mooi staan bij grijs. Dit vind ik echt een hele mooie combinatie, rosé goud met grijs. Ik draag altijd grijs en ik had gewoon behoefte aan nieuwe sieraden. En deze was gewoon super leuk. En rosé goud en een marmeren pint. Dat scheelde gewoon mijn naam en ik moest ze hebben. Deze kostte 5 euro. Deze setje gauw. Deze had ik ook op mijn wishlist staan. Je krijgt gelijk 4 ringen. Je krijgt 3 paar oorbellen. Super handig. Hier is wat ik bedoel met van dat type natuursteenachtige dingetjes. Deze oorbellen krijg je deze type natuursteen, krijg je 2 mini marmer oorbellen en dan krijg je matching ringen erbij. Deze match denk ik dan gewoon met deze. Deze ringen die match met deze. Deze ring die match weer met die. Deze ring en die match met die. Meestal wanneer ik van die setjes zie, dan vind ik echt maar 1 ding leuk. En dan denk ik van ja, ik ga niet een hele set kopen omdat ik maar 1 type oorbel leuk vind of 1 ring leuk vind. En bij deze set komt niet vaak voor, maar vind ik echt gewoon alles leuk wat ze hier hebben. Dus deze setje van H&M, 13 euro. En de last item, but not least, van de Hennis & Maurits. Tina en ik hebben hier heel lang over gezeten in de winkel. Maar door dit ding kon ik niet uit de knoop halen. Het is een gelaagde ketting. Je krijgt deze. Je krijgt deze. Echt de mooiste steen ever. Hier, dan krijg je deze. En het is een soort van bolletje. En die draait. En ook zo'n marmeren print. Echt super mooi. Deze set zou echt prachtig staan wanneer je een grijze coltrui aan hebt. Mijn hele kast bestaat de laatste tijd uit grijze coltrui. Maar deze set die kostte ook 13 euro. Super mooi. Dus deze van de H&M. En dan als laatst ben ik nog even naar de Watsons geweest. En daar heb ik 1 ding gekocht. En dat was droogshampoo van Tony & Guy. Dit is een travel size droogshampoo. Ik ben nooit fan geweest van droogshampoo. Zal ik ook nooit zijn. Ik geloof er niet echt in. Maar ik vind droogshampoo wel heel fijn voor volume. Want ik heb echt best wel lang haar. Ik heb lang haar. Het wordt zeg maar zwaar voor je hoofd of zo. En dan gaat het heel erg plat hangen voor mij. En daar kan ik echt niet tegen. Ik wil gewoon dat mijn haar een beetje, ja, wat van mijn hoofd af zit of zo, weet ik veel. En daar vind ik droogshampoo heel erg fijn voor. Ik vind deze gewoon heel fijn om mijn tas te gooien als ik mijn haar gewoon een beetje een oppepper nodig heeft. Deze is het droogshampoo van Tony & Guy. En dat was alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me weten wat je ervan vond. Vergeet je niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. En vergeet niet een duimpje omhoog als je video leuk vond. En ik zie je snel weer. Doeg! Is die het koop is uit Turkije? Gek, appel uitgeprobeerd. Appel ook lekker. Zo normaal is aan de hand. Dat is zo raar. Ik weet niet waar je neus en je mond is. Werk ik. Auw. Ik weet niet, mijn gezicht uit te pulken. Ik vraag me echt of je eruit ziet. Ik ook. Oké, concealer kan echt never ever vinden. Ik weet niet of het doet.